Ja, deze heb ik gekregen met Stappers ten Tegenlicht. De prijs in 2007. En deze, houdt God van vrouwen de documentaire. Twee prijzen heeft ze al voor de documentaires waar ze zelf het verhaal in was. En nu is het dus ook internationaal succes voor Houdt God van Vrouwen. Kijk, ik vind het heel leuk om ze hier te hangen, naast elkaar. Een trotse Hillertje en een trotse maker die de prijs gisteravond in ontvangst mocht nemen. Emiel van Rivera. Trots, ja, trots. Aan de ene kant wel, maar aan de andere kant zou er zo'n film niet hoeven te zijn natuurlijk. Hè? Het heeft de mensheid wat te zeggen en daar heb ik met hart en ziel aan meegewerkt, ja. In Houdt God van Vrouwen strijdt Hillertje voor een vrouwelijke stem binnen de SGP. Een moeilijke weg die in de documentaire wordt beschreven. En nu nog steeds merkt Hillertje dat het een lastig thema is waar ze voor blijft vechten. Kijk. Hij ergens met hart en ziel achterstaan, dan gaat het goed. Dan, tuurlijk zijn er ook op een aanmerking. Dat kun je overal lezen. En wat als ik het liefste wil met die mensen in gesprek, maar niet dat ze mij via Facebook of wat ook maar aanvallen. Ik wil een open gesprek en dat kan ik niet. En dat vind ik erg. Het is een pijnlijk punt dat ook in de documentaire scherp wordt neergezet. Maar al met al is Hillertje toch blij dat ze haar verhaal heeft gedaan. Trots, trots. Kijk, ik vind het fijn dat ik dit heb mogen doen. Laat het daar maar bij houden, ja.